Henk Snoeier, interim voorzitter van de Kosboer. Waartoe deze informatiemarkt? Nou, wij organiseren deze infomarkt al jaren. En de bedoeling van deze markt is om ouderen kennis te laten maken met allerlei organisaties die dingen doen of organiseren voor ouderen. En dat kunnen zowel zorgzaken zijn, maar dat kunnen ook activiteiten zijn. Is deze informatiemarkt nodig? Ik denk het wel. Op deze manier maak je toch op een laagdrempelige manier maak je het ouderen mogelijk om kennis te maken met die organisaties. Anders zouden die ouderen contact op moeten nemen met al die organisaties of ze zouden er langs moeten gaan. En dit is gewoon een hele ontspannen wijze om kennis te maken met die organisaties en alles wat zij doen. Welke partijen nemen er deel aan deze informatiemarkt? Nou, als je een rondje loopt, dan zie je dat dat zowel bijvoorbeeld de bibliotheek is, Almelo Sociaal, Almelo doet mee, zorgorganisaties, een woningbouwvereniging en diverse andere organisaties op dezelfde terreinen. Wat is het bijzondere aan de markt volgens u? Nou, het bijzondere is dat het gewoon open is en eigenlijk iedere inwoner van Almelo die zaterdags in de binnenstad loopt, dat hij gewoon kennis kan maken met. Dus min of meer word je, terwijl je winkelt, word je noodgedwongen, loop je langs kraapjes en raak je automatisch geïnteresseerd in dingen. Dan denk je, goh, is dat ook in Almelo of kan ik dat daar krijgen? Ja, Sharon, je bent een van de deelnemers aan de informatiemarkt georganiseerd door de Kosbo. Waarom sta je hier? Ik sta hier namens Thuisteam Twente, inloop aan de A. Bij ons is een soort huiskamer, daar kun je gezellig een kopje koffie komen drinken. Ook buurtbewoners, maar ook cliënten. Tussen de middag organiseren wij vaak een lunch voor onze cliënten, zodat iedereen een maaltijd kan krijgen. We hebben hier ook tegoedbonnen voor mensen die een keertje willen komen lunchen, om te kijken hoe het bij ons eraan toe gaat. We organiseren regelmatig bingo's en dat soort dingen, zodat mensen uit de buurt die het gezellig vinden, gezellig bij ons langs kunnen komen. Is het toeval dat deze infomarkt georganiseerd wordt in de week tegen eenzaamheid? Nee, ik denk niet dat dit toeval is. Het komt natuurlijk mooi dat mensen hier terecht kunnen en dat ze kunnen kijken van goh, wat Almelo allemaal te bieden heeft. Dankjewel. Graag gedaan. U bent er volgend jaar weer? Wij zijn er zeker volgend jaar weer. Als het weer goed blijft wel. Dank u wel. Alsjeblieft.